Zie je vervelend, zeg, die uh, negatieve berichtgeving in de media. Mm -hmm. Wij moeten samen één standpunt innemen en dat naar buiten communiceren. Daar wil ik het precies nu even met je over hebben. Mooi. De verhalen in de pers doen de onderneming geen goed. In de retailmarket kunnen we ons dat niet veroorloven. Klanten reageren met een bepaald sentiment, dat zie ik ook terug in de maandcijfers. Ik heb ze zojuist onder ogen gekregen. Dat voorspelt niet veel goeds. Walder, u zult begrijpen dat wij als Raad van Commissarissen onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen. De remuneratiecommissie heeft daarom besloten om gebruik te maken van onze discretionaire bevoegdheid en je bonus van dit jaar op nul te stellen. Daarnaast lijkt het ons ook zeer verstandig dat jij een zesde doet wat betreft je dat bonus. Dat meen je toch niet, Barbara? Ik bedoel, de besluit om die winkels te verkopen dat is. Uitvoerig met jullie besproken. En jullie hebben daarmee ingestemd. En nu de vakbonden ineens met een discussie komen, wat te verwachten was, dan willen jullie daar op terugkomen. <laughs> en ook over mijn bonus. Daar hebben wij samen heel duidelijke afspraken over gemaakt. En die kun jij niet zomaar even opzij schuiven voor op basis van wat publiek sentiment. Daarnaast lijkt het ons zeer verstandig dat jij een geste doet wat betreft je bonus van het vorige jaar. We willen jou ook vragen om je bonus over het voorgaande jaar terug te geven. Ja, dat meen je toch niet, Barbara? Over het voorgaande jaar, dat was een heel ander boekjaar. Ik begrijp dat jullie onder druk staan. Hè? Maar nu proberen jullie jullie reputatie te redden ten koste van mij. Jullie laten mij gewoon vallen. Daarom... Ik sta in mijn hand. Ja, daarom lijkt het ons het beste als jij nu ook een geste doet. En je bonus van het vorig jaar vrijwillig inlevert. Een geste? Geste noem je dat. Om de imago-schade zo veel mogelijk te beperken. Je praat over een beloning van een totaal ander boekjaar. En de resultaten waren goed toen. Jullie zaten toch ook bij die besprekingen? Ja? Jullie hadden toch de exact dezelfde informatie die ik ook had? Ik vraag me af wat die afspraken met jullie waard zijn... als jullie met een beetje tegenwind meteen erop terugkomen. Walter, ik begrijp je. Maar we moeten samen aan het belang van de onderneming denken. En ook aan jouw eigen reputatie. Als we naar buiten kunnen brengen dat jij je bonus vrijwillig inlevert, kunnen we zoveel mogelijk reputatieschade beperken. Alles goed en wel, zeg. Maar dit raakt mij wel in mijn portemonnee, ja. Mijn bonus vrijwillig inleveren. Hè? Ja, ja ik, ik weet niet eens of ik dat geld nog heb. Ik heb al lang belasting betaald. Kom op, Walter. Zie het nou niet zo negatief. Nee, ik... Ja, wees ook realistisch. Ik voel me nu overvallen, ja. Wat stellen jullie nu eigenlijk voor? Is dit nog wel een voorstel? Of is het al lang besloten? Misschien is het beter als jullie dit eens helder op papier zetten, zodat ik hier rustig naar kan kijken en wellicht bespreken met mijn advocaat. Walter, prima. En als jij je advocaat ernaar wilt laten kijken, is dat natuurlijk je goed recht. Maar ik had toch gehoopt dat wij hier samen op een verstandige manier uit zouden kunnen komen. Ik voel... je, je, je realiseert je toch wel dat het nu van het allergrootste belang is voor de onderneming dat we nu snel en adequaat handelen? Het voelt toch alsof ik degene ben die hier alleen de schuld in de schoenen geschoven krijgt nee. en volop in de wind gezet wordt. Terwijl alle beslissingen uitvoerig met jullie besproken zijn en goedgekeurd zijn. Ja. Walter, in de toekomst maken we het wel weer goed met je. Ja, Barbara. Ik uh, weet de waarde van jouw beloftes wel nu. Walter, we moeten nu anticiperen op de situatie. Het is even niet anders. Als jij met andere leden van de RVC wil praten om meer gevoel bij de beslissing te krijgen, dan kan dat. Ik hoop dat je begrip hebt voor ons besluit. En ik heb gevraagd een persbericht op te stellen. Ik hoop dat je meeleest en je daarin actief opstelt. Ik neem aan dat ik geen andere keuze heb. Volgende meeting staat gepland voor aanstaande dinsdag. Je bent hiervoor uitgenodigd. We kunnen er dan in een grotere groep nog even op terugkomen en de volgende stappen met elkaar bespreken. Maar ik vond het belangrijk om dit eerst even één op één met jou te bespreken. Ja, nou, ik zal me er ook op beraden hoor. En advies inwinnen. En bedenken wat dit voor consequenties heeft voor onze toekomstige werkrelatie. Want je begrijpt, hoop ik, dat ik hier helemaal niet blij mee ben. Nee, dat snap ik. En als je nog vragen hebt. Bel me. Walter, ik had je liever ook aan het nieuws gebracht, maar ja, de situatie is helaas niet anders. Wat een timing.